Goedemorgen. Morgen, collega. Morgen. Alles goed? Prima. Dat is mooi. Ben je al erg onrustig aan het slapen? Ja, verkiezingen. Ja. Spannend. Ja, ja. Wat gaat er gebeuren dit jaar? Ja, vind je het spannend? Ik vind het heel spannend. Ja, waarom? Ja, omdat voor ons ook een hoop gaat veranderen nu natuurlijk. Dus, ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En maakt het je nog iets uit wie er komt te zitten? Ik mag geen voorkeur hebben, dus nee, het maakt mij niet uit. Nee, je mag geen voorkeur hebben, maar je hebt hem stilletjes wel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ik spreek hem niet uit. Nee, nee, daar waren we al bang voor. Ja. En, maar in het verkiezingshokje wel, hè? Ja, 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 ga ik hem zeker uitspreken. Ja. Ja. Vind je nodig dat iedereen gaat? Ja. Gaat waarom? Het gaat om onze eigen stad. Dus, ja. Ja. Dus als je iets van je stad wil maken, dan zul je... Dan zul je daar zelf in eerste instantie aan moeten meewerken door te gaan stemmen. Ja. Maar een stemadvies, dat gaan we niet van je krijgen dus? Nee, dat ga je niet van me krijgen. Oh. Maar dat is jammer. Dus ik moet het echt zelf uitzoeken? Ja, je moet het zelf uitzoeken, maar wel gaan. Ja. Wel gaan. Nou, dan gaan we toch. Prima. Zo. Net eens even doen of... Gaan we weer aan besturen? Ja, dat is het vak van wethouder. Ja. Is het leuk? Ja, het is vooral leuk omdat je... Ik kom net van een bijeenkomst met ZZP'ers. Omdat je toch gewoon ziet wat ook het direct effect is van wat je doet. Die zitten in moeilijk vaarwater nu, ZZP'ers. Ja, tegelijkertijd merk ik wel dat... We hebben een project ZZP-BV. We hebben 4800 ZZP'ers in deze stad. En... Onder andere door netwerkvorming zie je wel dat er hele mooie initiatieven tot stand komen. Waarom ze op 3 maart moeten gaan stemmen? Nou, ik vind zelf, wij doen het werk hier met 39 raadsleden en op dit moment 6 wethouders. En die hebben echt wel goede contacten in de stad. Maar je wordt toch 1 keer per 4 jaar gelegitimeerd door de inwoners van je stad om voor hen te kiezen. Wat goed is voor deze stad. We hebben een jaarlijkse begroting van rond de 400 miljoen. Dus met andere woorden, uw stem is echt relevant. Nou, ik kan me best voorstellen dat mensen zich wel eens vraagstellen van wat maakt mijn stem uit. Tegelijkertijd, hoe het went of keert, het maakt echt wel uit wat precies de kleur wordt in deze stad, de politieke kleur. We hebben nu een middencollege, maar u kunt er met uw stem een linkscollege van maken of een rechtscollege. En die zullen toch andere accenten leggen. En op wie kunnen ze dan het beste stemmen? Nou ja, natuurlijk op het CDA, dat spreekt voor zich. Nee, kijk, ik ben zelf raadslid geweest voor het CDA, nu dan wethouder voor het CDA. Het is niet alleen mijn clubje, maar het is ook al gelukkig een club die hier al heel erg lang in het gemeentebestuur zit. We zijn niet spannend, we zijn niet ultra links en niet ultra rechts, maar we staan wel denk ik voor heel erg gedegen bestuur. Wat is uw liefhebberij in het college? Nou, ik mag me bezighouden met economische zaken en met jeugd- en welzijnsbeleid. Nou ja, dat hele leuke combinatie, want we zijn de ene jongste stad van het land. En tegelijkertijd, er zitten ook heel veel dertigers tussen, heel veel twintigers tussen. Die... Ik vind het belangrijk dat, dat er niet al te veel oude mensen in de politiek komen. Wat niet hoeft te betekenen dat er allemaal twintigers in zitten. Maar een goede mix van met name jongere mensen die wat meer van deze tijd zijn, daar word ik wel enthousiast van. De jongste wethouder ben ik helaas niet, ik ben 33, maar collega Sebastian van der Erf is 32, dus die wint het op dat vlak van mij. Maar goed, ik zou natuurlijk niet... En Hans van Dalen is ook niet veel ouder? Hans van Dalen is 38, we hebben 33 in het college. Dus ook dat is wel leuk natuurlijk, we zijn de ene jongste stad, maar ik denk ook wel dat we misschien het ene jongste college van het land hebben. Je maakt.